De regering onderzoekt waarom de Islamic Development Bank, ISDB, heeft besloten om de financiering van het Academisch Medisch Centrum Suriname te stoppen. Middels een brief heeft de bank de regering geïnformeerd dat het afziet van de $70 miljoen financiering, omdat het ontwerp van het centrum afwijkt van de gemaakte afspraken. In DNA zijn gisteren veel vragen hierover gesteld. Onder andere vroegen NDP-parlementariër Amzat Abdul en ABO-parlementariër Marinus B. om opheldering over deze kwestie. Minister Suwarto Mustaja gaf aan dat er terstond een onderzoek is ingelast. Voorzitter, ten aanzien van de bouw van het IMC en de beëindiging van het health system project middels de ISDB, voorzitter, wil ik de volgende vragen stellen aan de regering. Kan de regering onmiddellijk een kladonderzoek instellen van wat er allemaal zich daar heeft afgespeeld en op basis daarvan ook een strafrechtelijke vervolging indien er sprake zou zijn van corruptie, voorzitter? Mag ik de regering vragen om alvast maatregelen te treffen tegen hen die direct en indirect betrokken waren bij de voorbereiding van het IMC-project, voorzitter, en ook de RGD-polis, voorzitter, waar het behoorlijk mis is gegaan? Voorzitter, de nalatige houding en onoorbare handeling van leidinggevenden bij ASET, bij Volksgezondheid en bij het IPU hebben niet alleen geleid dat Suriname nu bijna $5 miljoen aan schade leidt, maar ook internationaal te kijk is gezet. Ik eis dat er onmiddellijk maatregelen tegen hen die direct ervoor verantwoordelijk zijn, wordt getroffen, voorzitter. Dank u wel. Een vraag aan de minister van Financiën. Als governor van ISDB, wat is exact fout gegaan bij de uitvoering van het project? Wie is betaald en hoeveel? Wat is de belastingbetaler kwijt aan deze mislukte actie van de regering, Boutersen? Dank u wel. De regering wenst u te informeren met betrekking tot het Academisch Medisch Centrum Suriname dat zij terstond een onderzoek heeft gestart. En vraag uw college om dat eerst te doen, alvorens uw college daarna helemaal geïnformeerd kan worden. Minister Suwarto Mustaja, die gisteren de regering vertegenwoordigde in DNA. Daarvoor hoorde u de parlementariërs Amzat Abdul en Marinus B. die vragen stelden over het Academisch Medisch Centrum Suriname. De Islamic Development Bank heeft besloten om het centrum niet meer te financieren.